Een geruststellend bericht uit de Tweede Kamer gisteren. Ondanks dat ze al een paar weken zitten te kwartetten met de grondwet, blijken de formerende partijen er toch heel erg aan te hechten dat we ons allemaal aan de wet houden. Of nou ja, in elk geval de mensen aan wie ze een hekel hebben. Gisteren stelden 3 van de 4 partijen Kamervragen over Extinction Rebellion. Ze willen dat de activisten harder worden aangepakt. Er blijkt namelijk niemand te zijn vervolgd voor het bezetten van een deel van Schiphol 1,5 jaar geleden, omdat het OM weinig kans op succes zag. De vragen over veiligheid zijn natuurlijk terecht. Als iedereen op het vliegveld gaat zitten of zich vastlijmt aan de snelweg, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Kun je prima een debatje over voeren. Normaal gesproken zeggen deze partijen dan strenger straffen, hogere boetes, meer politie. Maar het lastige is dat Extinction Rebellion heel vaak de wet niet overtreedt. Ze zijn geweldloos, ze hebben zich ingelezen, ze weten wat ze wel en niet mogen doen. En iemand die de wet niet overtreedt, kun je ook heel lastig straffen. Gelukkig heeft Lilian Helder van de BBB, daar een prachtige oplossing voor. Als ze zich steeds maar zo irritant aan de wet houden, kunnen we dan niet gewoon in de wet zetten dat het toch boeven zijn? En dan denk ik, doe het dan zoals Spanje het doet. Zij noemen ze, even kijken, een criminele organisatie. En dan wordt het een heel ander verhaal. Zij weten precies hoe ze de wet moeten omzeilen, maken daar gestructureerd ook gebruik van, misbruik van het demonstratierecht. Dan moet je optreden. En ik vind dat de minister dan met het Openbaar Ministerie op dat punt moet gaan overleggen. Ja. Kunnen wij het aanmerken als een criminele organisatie? Ja, minister Jezilgus van de VVD. Sorry, vergis me steeds. Ze heeft de PVV de grootste gemaakt, maar ze is van de VVD. Hoe dan ook, ze nam deze suggestie dankbaar in ontvangst. Ze gaat ermee aan de slag. Gevaarlijke move natuurlijk, want ik denk dan, als we iedereen die de wet omzeilt een criminele organisatie noemen, wat blijft er dan nog over van de BV Nederland? Al die notoire vervuilers met een holding op de Cayman-eilanden. Al die slimme stikstofdealers die boerderijtjes opkopen om fabrieken te bouwen. Al die vastgoedclowns die sociale huurwoningen hebben opgekocht om asociale huur te vragen en ze nu weer massaal in de verkoop gooien omdat ze belasting moeten gaan betalen, maar dat daardoor nog een keer dikke winst op gaan maken dankzij de inmiddels gestegen huizenprijzen. Al die online gokaanbieders die honderdduizenden mensen aan het gokken hebben gekregen en precies genoeg doen om te kunnen zeggen dat ze op papier juist meehelpen gokverslaving te bestrijden. Of minister Van der Wal, die erachter kwam dat Schiphol helemaal nooit een natuurvergunning heeft gekregen voor de polderbaan en met haar ambtenaren nu een plan heeft bedacht om de procedures net zo lang op te rekken tot we een paar jaar verder zijn en Schiphol iets heeft kunnen verzinnen om op papier alsnog aan de voorwaarden voor een vergunning te voldoen, uiteraard zonder dat er daadwerkelijk iets aan natuurbescherming wordt gedaan. Wat gaat daar dan allemaal mee gebeuren? Hebben we genoeg gevangenissen om alle slimme gluiperts die in dit land de wet omzeilen achter slot en grendel te zetten? Ajax presenteert waarschijnlijk deze week een Engelse middenvelder die nu in Saoedi-Arabië speelt en nog niet terug kan naar Engeland, omdat hij dan een belastingaanslag krijgt voor de angstaanjagende bedragen die hij in de woestijn heeft verdiend. Waardoor Ajax ineens een heel aantrekkelijke plek is. Al zal hij natuurlijk zeggen dat hij zin heeft in de sportieve uitdaging en niet kan wachten om tegen Fortuna Sittard te spelen. Is dat de wet omzeilen? En zo ja, moet hij nog de gevangenis in? Of is voetballen bij dit Ajax al erg genoeg? Heel benieuwd hoe minister Jezilgus hiermee om zal gaan. Ze is het in elk geval heel erg met Lilian Helder eens, want in haar woorden maakt Extinction Rebellion van de wet omzeilen een verdienmodel. Typisch VVD natuurlijk, om ervan uit te gaan dat alles wat iedereen doet uiteindelijk gaat om geld verdienen. Het idee dat iemand iets uit andere motieven zou kunnen doen is geen optie, behalve als het om VVD'ers zelf gaat. Voor de verkiezingen organiseerden een paar rijke stinkers chique dineetjes met VVD-bonzen waar bakken met geld werden gedoneerd en tussendoor ook even met ministers en kamerleden van de VVD gepraat werd over bijvoorbeeld de belastingwetgeving en hoe die anders zou kunnen. Dat heet in sommige landen corruptie, maar zo moesten we dat niet zien. Dit waren bezorgde ondernemers die meedachten in het landsbelang. Maar iemand die zich vastlijmt aan een stuk asfalt omdat hij zich zorgen maakt over ons voortbestaan. Nee, dat is de geldwolf hier. Als Extinction Rebellion een verdienmodel is, dan is dat voor de fabrikanten van lijm en de verhuurders van betonslijpers. En ik sluit natuurlijk niet uit dat de families Prit en Bison een stiekem plan hebben gesmeed met de firma Boels en de klimaatactivisten zich laten gebruiken zoals de boeren speelbal zijn van veevoerfabrikanten en stronthandelaren. Maar god, wat zou het heerlijk zijn als elke wetomzeiler in dit land op precies evenveel rancuneus populair populistisch geraaskal zou kunnen rekenen. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.